Hallo lieve luisteraars van Tex Radio. Ja, wat is het? Ik ben Lola Lee en jullie zijn allemaal een lekker ding. Onthoud het, hè. Dit is ons overzicht. Dit zijn de 10 strafste toppers van deze week. Tex Radio. Top 10. Top 10. Overzicht van deze week. Samengesteld door de luisteraar. Via www.textradio.be. Nummer 10. 6 plaatsen achteruit voor Reggie en Camille. Salim Segers en Steve Tielens geven een goed gevoel op plaats 9. Groeide, dat goed gevoel. Eén plaats achteruit voor Clouseau. Loopt heel mijn leven fout. Het is de zuurstof die me elke dag in leven houdt. 7. Haasje over met Moonrise, want hij wipt van 8 naar 7. Dansen is je eigen taal, dus loop niet in de schaduw. Net gehoord, de hoogste nieuwe op 6, Jim Paul featuring Iris Laur en Ivan Verrelli. Zij aan zij, dansen voel je vrij. Ex-Eco op 5, 5 blijft 5 dus voor Bob Savenberg. Waar ik alles voor zou geven. De winnares van The Masked Singer, Who Are You, Sandra Kim op 4. Daalt na 2 weken nummer 1 naar de nummer 3, Jeruzalem van Paco Garcia. En gaat er eentje op vooruit, van 3 naar 2, Verliefde voor Rode Neuzendag en Porselein. De nummer 1. Dat betekent dat het lekker ding op nummer 1 staat. En laten we dat lekker ding er gewoon bij halen. Goedenavond, Lola Lee. Goedenavond, Elise. Mag ik zeggen? Jij mag dat. Oh, ik heb dat graag. Lola Lee. Ja, we zitten met een verre verbinding richting Nederland zelfs. Vertel ons. Ja, zo, dus op de grens zo, hè? Ja, toch. Dan ben je eigenlijk een Nederbelg. Ik ben eigenlijk een Nederbelg. Ik heb sinds een paar jaar in Brugge gewoond. Ik kom uit België. Oh, in Brugge? In Brugge. Je weet wat ze daar zeggen, hè? Zie je van achter, hè? Zie je van Brugge, zit je van achter, hè? Maar jij zit liever van voor, hè? Ja. Ja, gezellig, hè? Ja, we moeten jou eens uitnodigen naar de studio als de coronatijden voorbij zijn, dan gaan we dat doen, hè? Het corona, dat is in België. Bij ons is dat niet meer, dat is waar. Nee? Gaan dat daar nog nooit... Jullie hebben daar nog nooit van gehoord, zeker, hè? Nee! Het is verschrikkelijk. Het is echt heel verschrikkelijk. Ambetant. Ja. En eigenlijk, we zitten er al bijna een jaar mee, hè? Al die optredens weg, niks te doen... Hoe zit dat daar bij jullie? Hoe gaan jullie daarmee om? Kloten. Ja? Ja, ze hebben geen keuze. Mm-hmm. Ze hebben geen keuze. Ze moeten ermee dealen. Mijn motto is, niks is eeuwig. Dit gaat een keer voorbij. Dat is waar. Zeg maar, ben je dan creatief bezig tijdens zo'n lockdown, als je dan veel tijd hebt? Nou, ik wandel veel. Ik moet slank blijven. Ah ja, zo'n beetje de... Ik zou dat ook moeten doen, wat meer wandelen, ja. We zullen eens samen gaan wandelen, hè? Zo hand in hand, dat ik wat afval. Dat is goed, dat is afgesproken. Zeg, 3 jaar geleden, exact 3 jaar geleden, stond je op nummer 1 samen met Louisa Janssen en de Lellebel. Was toen een enorme hype hier bij Textradio en de BNN Top 50. En kijk, ze, voilà, exact 3 jaar later sta je terug op nummer 1 met jouw tweede nummer 1 hit hier in Vlaanderen, zeg maar. Ja, zeg, en hoe is die samenwerking met Fiasco eigenlijk ontstaan? Mogen we dat weten? Ja, tuurlijk. Ik hoorde zijn nummer. Hij had het in Limburg dialect opgenomen. En hij zei gewoon dat hij zelf een lekker ding was. Dus nou, dat staat een heel langstalig doen. En dan ga je gewoon zingen. Of dat ik ga zingen. Jij bent een lekker ding. En dan bereik je een veel groter publiek mee. Allee, jong. Ik
Limburg door steekt naar deze tijd nu, dat het er heel gezellig is. Ja? Dat we toch allemaal een beetje vrolijk zijn, toch? Dat is waar. En hoe zoiets kan ontstaan, hè? Zo een grap kan meteen op een plaat kan gezet worden en zo'n succes kan hebben, hè? Ik ben heel lang overtuigd. Ja. Dat is waar. Zeg, hoe zijn de reacties in Nederland? Ja, dat gaat ook heel goed hier. Ook mijn collega's van jullie hebben ook 3 weken op nummer 1 gestaan. Mm-hmm. Duitsland heeft op nummer 2 Piet en Geiler Tulp. En dan gaat het ook heel lekker. Dus ik kan het niet klaar. Ik moet zeker 25 jaar pak. Ik kan het niet vieren, dus dit is een beetje mijn prijs. Mijn. Ja, want het lijkt me echt zo een nummer dat zou echt marcheren op optredens, hè? Tuurlijk. Maar ik denk... Nee, maar ik denk wel dat de fans van Lola Lee daar toch wel nog dat mogen verwachten binnenkort. Ik hoop volgend jaar dat ik naar jullie toe kan komen. Ja, voilà, we gaan daar zo. Op onze chatbox. Ja, gelukkig zit je aan de overkant. Maar hier kan alles bij Tex Radio, dat weten we. We zijn een heel gemakkelijk publiek ook. Seksradio, ja. Zo 1 keer 10 uur voorbij kan dat wel eens, en zeker. Zit je soms op die chatbox te kijken? Wordt er allemaal op van berichten opkomen? Ik zie alles voorbij. Ik vind het hartstikke. Ja, voilà. Dan lezen ze dus allemaal Seksradio op onze chatbox. Geweldige plaat, het lekkere ding. Ze vinden jou echt een lekker ding, hè? Ik heb ooit een stappenshow gedaan in België. Daar is het vorig jaar 25 jaar geleden. Ja. Dus heb ik aan Tantalia gedaan. Bij onze Bart KL. Oh, geweldig. Geweldig, de Soundmix Show. Weet je, dat zijn allemaal dingen dat we moeten uit de doeken halen als je hier de studio ingaat. Ik voel het dat je heel veel te vertellen hebt. Ik denk dat we heel veel te mee hebben. Ja. Dat zou moeten blijken natuurlijk, hè, in die uitzending. Maar we kijken ernaar uit. Ik ben een hele warmbloedige mens, ja. Ja, we zullen samen eens gaan shoppen en dat ik eindelijk eens een derde t-shirt ga aanschaffen, dat is waar. Voilà. Zeg, waar kunnen de mensen jou op sociale media nog terugvinden? Op Facebook. Ja? Miss Lola Lee. Gewoon Miss Lola Lee. Voilà, ze. En allemaal toevoegen of likken. Ik denk dat je een pagina hebt ook, want je hebt dat graag dat ze... Ja, je hebt dat graag dat ze komen likken. Ja. Goed, tot slot, want we gaan dadelijk die fantastische nummer 1 gaan draaien en op de luisteraar loslaten. Wil jij nog iets kwijt tegenover onze luisteraars? Ik wil alle luisteraars een fijne avond nog toewensen. Ik wil iedereen die ons gestemd heeft super bedankt. Ik vind jullie hartstikke lief. Jullie zijn gezellig. En ik hoop echt volgend jaar dat we daar kunnen zien. Dat weet ik 100%. Ja, onze luisteraars, onze kijkers, onze chatters, ze verwachten nu hier in de studio. Eén keer dat het terug mag, dan gaan we dus die afspraak maken en dan halen we Lola Lee hier naar de studio. Valasse, dat is geweldig. Nee, dat zijn 2 uur zelfs. Ik had het al aankunnen. Goed, ik wens jou een fantastisch weekend, nog heel veel succes in alles wat je nog gaat doen. En ik zal zeggen, blijven voten op die plaat natuurlijk, beste fans, beste luisteraars. Zodat die... Ah, voilà. Ja, dat is waar. Je bent elke week erbij. Elke week zit aan het luisteren. Dat is geweldig. Ja, Lola Lee, tot slot. Ik wil gewoon die nummer 1 horen. Keiluid op onze chatbox gaan ze allemaal meedoen. Maar jij mag gewoon die plaat aankondigen. Jouw eigen plaat. Ik had het nooit verwacht, maar hier is die op nummer 1. Wie is voor jou? En ik zelf met jij bent. Lekker ding. Dankjewel, Lola Lee. Tot de volgende! Je bent een lekker ding, jij bent een lekker ding. Je bent een lekker ding, jij bent een lekker ding. Je bent een lekker ding, jij bent een lekker ding. Je bent een lekker ding. Lekker ding. We'll be right back.
bent een lekker ding, jij bent een lekker ding. Je bent een lekker ding, jij bent een lekker ding. Je bent een lekker ding, jij bent een lekker ding. Je bent een lekker ding.